Europees, maar jij roteert ook wel heel veel. Hoe weet je dat je jouw spelers ermee omgaan? Ik denk dat overal hetzelfde is. Hè. Ik denk vooral dat de jongens die spelen zijn tevreden. De jongens die niet spelen die zijn een beetje ontevreden. Maar dan is het ook aan hun om op het moment dat ze een kans krijgen om dat op te tonen. En het heeft ook te maken in de week hoe ze trainen. Dat zijn zaken die ik belangrijk vind. Ik ben alles van overtuigd als trainer zijn dat iedereen krijgt zijn kans. En het is gewoon klaar te zijn om voor die kans op het moment dat die komt. Het is altijd moeilijk om te weten wanneer, maar die kans komt er altijd. Dus ik denk dat het een algemeen gegeven is dat vooral ja, ook duidelijk zijn aan de spelers waarom. Zeggen waarom ze niet spelen, zeggen waarom hoe het jij ziet en dat ze duidelijkheid hebben in hun situatie. Maar ook zeggen van kijk, je gaat een kans krijgen, maar dus is het wel belangrijk dat je weet wat je moet doen, hetgeen dat je moet uitvoeren en vooral dat je die kans grijpt. En dat is mooi om te zien dat we dit seizoen die momenten al veel hebben voorgedaan. De jongens die ingekomen zijn, vaak de ploeg hebben geholpen. En dan maakt het alleen als trainer moeilijker om elke week eerst te kiezen wie start en wie aan de wedstrijd beginnen, maar ook ten tweede wie plaats heeft op die bank. Want er zijn jongens die ook zelfs de bank niet halen, die kwaliteit ervoor hebben en die ontgoocheling is misschien nog groter. Het gebeurt wel vaker dat ze één week op het veld zijn, andere week in de tribune en dan de weg erna terug omgekeerd. Dat zijn zaken waar je mee als profvoetballer met omgaan. Ik denk dat het een keuze is vaak van jongens waarmee je start. En ook een keuze van oké, dat is nog een jongens die inkomen, dat is nog een andere keuze dan jongens die starten. Van welke posities zijn ingenomen, wat zijn kwaliteiten. Dus dat is een iets andere keuze. Dus ik denk dat het belangrijk is om daarin de juiste keuze te maken en niet te kijken naar de persoon van heeft de vorige week gespeeld of niet. Het is gewoon een groepsgebeuren. En als coach zijn de kiezen de spelers waarvan jij denkt die op dat moment de ploeg het best kunnen helpen. Johan, zo ja. Is het dat jullie misschien niet echt die goaltjes die hebben, want jullie hebben zowel begin tweede helft als ja. Op het einde op de kant weer echt ja. Open kant zitten. Er veel ploegen zijn die gewoon grote budgets hebben als wij, die ook geen goaltjes die hebben. Dus, ja, natuurlijk zijn er zaken die beter kunnen, maar we zijn heel tevreden met de jongens die we hebben. We mogen niet vergeten. We hebben heel lang in de 1B gespeeld. Bij Union die hebben een schitterend seizoen gemaakt vorig jaar en daar kun je verder op bouwen. Dus wij zijn nog in die opbouwfase, maar ik zeg het voor de jongens die wij al geïnvesteerd hebben. Je kijkt naar de Life Foster en de Mats en dat zijn gasten met kwaliteiten die nog moeten groeien, maar die ook nog fouten maken. Dat is normaal, zijn jonge gasten. Maar wij geloven in die gasten en wij zijn overtuigd dat ze beter en beter gaan worden. En dan moet je gewoon elke dag mee werken en die jongens waarmee je werkt beter en beter maken, dat is het hoofddoel. We hebben niet de budgetten om zelfs als je budget hebt, te zien dat het niet altijd gemakkelijk is om een scorende spits te winnen.